Wat hebben Bill Clinton, Oprah Winfrey, Tony Blair, Ted Turner en Brad Pitt met elkaar gemeen? Ik zal het u vertellen. Ze waren allen lid van een debatvereniging in hun jonge jaren. Dit geldt trouwens voor veel succesvolle mensen. Voor velen geldt het wedstrijddebat als een goede leerschool om beter te communiceren. Niet alleen argumentatie- en presentatietechnieken worden hierbij geleerd, maar vooral ook luistervaardigheden. Het debat stimuleert de kritische denkhouding en wel met meer dan 45%. En laat dat nou een van de doelstellingen van Box.sr zijn. Zoals u weet plaatsen wij dagelijks op zondagen na een stelling op de website. We hebben tot vandaag in totaal 344 stellingen gerealiseerd. Natuurlijk heeft Box een deskundig team dat nadenkt over de stellingen. Maar ik dank ook u voor uw inbreng. Wij krijgen spontaan uit de doelgroep onderwerpen voor de stellingen voorgedragen. En u bent ook degene die met elkaar in discussie gaat. Chapeau hiervoor. En ik zou zeggen, ga zo vooral door. Want wij hebben geconstateerd dat niet alleen het aantal, maar ook de kwaliteit van de discussies toenemen. Voor degenen die dat nog niet doen, die nog niet meedoen met de discussies op www.box.sr, heb ik één advies. Ga naar de website, lees de stelling, vorm je mening erover, schrijf en discussieer er met anderen over. Durf dit traject aan te gaan. Naast de stellingen organiseert Box.sr grote en kleine events. Tijdens al deze events wordt u, young professionals, een podium aangeboden om te debatteren. Ik wil bijna zeggen, ontwikkel uw meningsvorming en uiting dagelijks via de stellingen en zorg ervoor dat u tijdens dit event aan bod komt. Maak gebruik van het live podium om te showen wat u geleerd heeft. Debatteer mee. En maak ook gebruik van de workshops die Box.sr aanbiedt. Ook vandaag hadden we twee hele interessante workshops. Hoe kan het ook anders? Debatteren was een van de workshops. Heel interessant. Ludo Keizer, een professional op dat gebied, speciaal afgereisd naar Suriname om onze jongeren te leren te debatteren. Wat heb je ervoor nodig? Welke tools, welke technieken? En ik heb begrepen dat het een hele interessante workshop was. Naast debatteren hebben we ook een andere workshop gehad vandaag. Het ging over competentiemanagement. Ryan Tiwari, professional op dat gebied, ook helemaal afgereisd naar Suriname, om onze jongeren te vertellen, welke competentie heb ik in huis? Welke vaardigheden heb ik? Hoe ontwikkel ik datgene wat ik nog wil ontwikkelen? En hoe behoud ik de vaardigheden die ik al heb? Competentiemanagement door Ryan Tiwari. Ik heb daar ook hele interessante dingen gehoord. Van de mensen die hebben meegedaan, die waren heel enthousiast. Box.sr bestaat nu al een jaar. We zijn vorig jaar april live gegaan. En ook wij zijn steeds bezig om onze competenties te evalueren en te ontwikkelen. Onze website is... Oh, ik moet even verder gaan. Onze website is een van de middelen, een van de belangrijkste middelen waarmee wij u bereiken. En die hebben wij ook geëvalueerd en is een van onze competenties. En geconstateerd dat wij onze website beter moeten tunen op de doelgroep. En dat hebben wij gedaan. We hebben onze website vernieuwd, lees verbeterd. Naast de inhoudelijke doelstellingen van Box.sr hebben wij ook nog twee andere doelstellingen. Die zijn iets meer van maatschappelijke aard.
Allereerst wil Box.sr, zoals ik het al zei, de debatcultuur in Suriname stimuleren en aanwakkeren. Wij hebben geconstateerd dat er momenteel verschillende organisaties, initiatieven zijn van mensen die ook willen debatteren. Verschillende debatorganisaties ontstaan nu. En ik wijd dit aan het succes van Box.sr. En ik ben blij dat die initiatieven er zijn. En want hiermee kunnen we de debatcultuur in Suriname verder stimuleren. En ik zou zeggen, ga er vooral mee door. Want alleen op deze wijze kunnen we met z'n allen de kritische denkhouding van de young professionals verder stimuleren. Naast de debatcultuur hadden we vanaf het begin en nog steeds een andere doelstelling. En dat is draagvlak creëren binnen het bedrijfsleven. Vaardigheden, competenties en technieken geleerd bij Box.sr worden voornamelijk toegepast in het bedrijfsleven. Tot slot het volgende. Twenty years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do than by ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor and catch the trade winds in your sails. Explore, dream, and discover. So come and join us at Box.sr, there where we meet, connect, and discuss with each other. We hebben een beetje de doelstellingen gehoord van Box.sr. De hele bedoeling van deze avond is dat we gewoon een beetje debatcultuur gaan opboosten. Het is belangrijk dat wij onze nieuwe generatie Surinamers, onze jonge Surinamers die de top willen bereiken, een beetje gaan motiveren en leren opkomen voor zichzelf. Het is belangrijk dat wij een beetje gaan buiten onze slaapkamer en douche ook onze mening gaan geven en natuurlijk ook laten zien waar we voor staan. Alleen als je de top wil bereiken, moet je gewoon duidelijkheid geven. Het is belangrijk dat je weet wat je wil, want alleen als je weet wat je wil, kun je krijgen wat je wil. Communicatie die heel belangrijk is als je met talenten bezig bent. Ja? Ik wil er even bij zeggen dat ik begrijp dat er niet alleen maar topsporters in de zaal zitten. Maar waar ik het over heb, ik ga je handvatten geven waarmee je topprestaties kan leveren. Ja, dus niet een topsporter te zijn necessarily om topprestaties te leveren. Je kan ook op je werk topprestaties leveren. Trouwens, ik moet even vertellen dat ik nu in het bedrijfsleven zit. En ik sta er iedere dag weer versteld van hoe dat verschilt met een topsportomgeving waarin gewerkt wordt. Elke topsporter komt dagelijks naar het werk om beter te worden. En als hij in zijn begeleidingsstaf mensen hebben die het niet snappen, dan vraagt hij of ze weg willen. Want iedereen die daar komt, moet ervan bewust zijn, doordrongen zijn, dat de man iedere dag beter moet worden. Met de grootste verbazing kijk ik naar mensen in het bedrijfsleven. Ja, die komen naar het werk, volgens mij om hun hypotheek te betalen. Want beter worden is niet een hoofdmotief. Absoluut niet. Weet je? Met het gemak waarbij men een half uur of drie kwartier van de baas jat, is ongelooflijk. Ja, de topsporter zou dat nooit doen, want als hij zichzelf belazert, komt hij zichzelf tegen op het sportveld. Je zal zwaargewicht bokser zijn, of zoals deze meneer hier, en je houdt jezelf voor de gek. Je wordt wakker in het ziekenhuis. Ja? Nee. Zo bedoel ik het niet, hoor. Dat was een ongelukje. Dat is, ja. Dat was een ongelukje. Ja. Deze man is goed bezig. Ja. Dus ik heb, toen ik dat allemaal heb meegemaakt en heb begrepen waar het allemaal begint, waarom die kinderen dan met talent komen en je moet er heel veel aan gaan doen om dat talent te ontwikkelen. Ik heb eigenlijk een keer gezegd in een interview van het ontwikkelen van een talent is net alsof je daar een schat graaft. Je weet niet hoeveel troep je moet verwijderen voordat je iets vindt wat je aan het zoeken bent.
Want die kinderen hebben namelijk geen deskundigen gehad die wisten dat ze talent hadden. Ze zijn gewoon opgevoed, huistuin- en keukenopvoeding. Weet je, het kind beschermen, het leven moet zo makkelijk mogelijk zijn. En I have news for you, als je getalenteerd bent, in op wat voor gebied dan ook, en je wil de top bereiken, is er niks makkelijks aan. Het is met bloed, zweet en tranen, als je echt de top wil bereiken. En nu wordt het tijd om een beetje te gaan praten met onze topsporters. Dames en heren, zijn jullie er klaar voor? Al mijn gasten voor vanavond, Sandrina, Ivrish, Sabdai, Letitia en Tyron Spong. Leuk dat jullie er zijn, leuk dat jullie er zijn. Fantastisch dat jullie je vrij hebben kunnen maken. Na zin we en ik me van om Tyron. Tyron, vertel, leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je? Naar omstandigheden. Ja? Het is toch aan je voet niet. Ja, ga je gang. Na omstandigheden gaat het goed. De goede kant op, laat me het zo zeggen. Ik ben nu bezig met de revalidatie. En het gaat een langere periode duren. Maar ik ben positief gestemd en ik heb er goede moed in. Ja. Oké, het gaat goed. Je bent positief ingesteld en dat is natuurlijk wat je altijd moet zijn. Maar vertel, wat is er, we gaan even terug naar een maand geleden. Wat is er precies gebeurd? Je mag die knoop losmaken, want je wordt dik, want je traint niet. Nee. Slank. Ik heb een dubbele fractuur opgelopen, mijn scheenbeen en mijn kuitbeen finaal afgebroken. Geopereerd in Amerika, spoedoperatie. En het is een nieuwe techniek waarbij ze incisie hebben gemaakt boven mijn knie, onder mijn knie door in mijn scheenbeen geboord hebben en een titanium pin erin getimmerd hebben. En dus in principe heb ik nu de stabilisatie van een titanium pin, maar de fractuur die is er nog. Dat duurt zeker 3 maanden voordat het geheeld is. Zo, Sandrina, welkom. Vertel, je bent terug uit Amerika. Hoe is het allemaal voor jou begonnen? Volleyballen. Nou, eigenlijk je carrière. Wel, ik ben een beetje lang. Dus als ik in de stad liep, dan vonden mensen al, sport je niet, doe aan basket, ga basketballen. Dus zo, na al het gedwing van iedereen, ben ik dan gaan basketballen. En in dezelfde zaal werd er gevolleybald. En toen werd ik van daaruit dus ook geroepen door mijn trainer, Erik Eijkman. Kom even een balletje slaan. En ja, toen was ik verliefd. Verliefd op die volleybal? Ja, op die volleybal. Oh, oké, okay. Dan op je trainer. Oké, en vanaf toen ben je verliefd geraakt op volleybal. Wat heb je allemaal bereikt tot nu toe? Wat doe je? Ik ben in 2010 vertrokken naar Amerika met een scholarship. Maar dat leven was niet echt voor mij. Het was een beetje school, trainen. School, trainen. Dat alleen. En ja, ik wilde wat meer, hoe noem je dat? Wat meer leven in mijn leven. Dus besloot ik om terug te komen naar Suriname en hier verder mijn school te doen. En hier dus natuurlijk door te volleyballen. En ik speel voor de Surinaamse selectie, de senioren selectie. En voor Condor, ja. Geweldig. En je gaat door met volleyballen? Ja, totdat het niet meer kan. Oké, okay. Niet totdat je been breekt. Ook dan ga ik door. Oh, oké, okay. Goed zo. That's the spirit. Thank you. Ivrish, moet ik Nederlands tegen je spreken? Engels, Spaans, Chinees, Hindoestaans? Wat wil je? Nederlands. Nederlands. Aboum Berada. Wat dan Hollands. Hoe is het voor jou begonnen? Voor mij, goedenavond iedereen. Voor mij is mijn sportcarrière 7 jaar terug begonnen. Atletiek. Ik was eerst een voetballer. En ik had zoiets van, hey, jong, snel jong, op 18-jarige leeftijd zou ik voor het natrein uitkomen. En ik dwingde mijn gymtrainer toen, die atletiek trainer is. Ik zei hem van, Metter, snel jere, kan ik een keertje komen rennen voor je? Hij zei van, joh, ja, voetballer, waarom niet? Kom maar even proberen. En ik heb 2 weken getraind. En mijn eerste wedstrijd, die heb ik
Natuurlijk kunnen winnen. Ik zei van als ik niet in de top 3 eindig, dan stop ik gelijk ermee. Maar ik won mijn eerste wedstrijd al en vanaf toen is het begonnen. Oké, vanaf toen ben je sprinter geworden. Je bent naar Amerika gegaan. Met welke grootheden heb je getraind of heb je gesprint? Tegen wie heb je gelopen allemaal? Laat me het even zo zeggen. Ik heb vorig jaar mijn bachelorstudie afgerond in Amerika. Combinatie. Applausje man, toppie. Combinatie sport en school was voor mij prioriteit. Omdat als je niet meer kan sporten, heb je altijd iets waarop je terug kan vallen. Dat is je educatie. En dat heb ik veilig gesteld vorig jaar. In die periode heb ik heel wat mooie momenten kunnen meemaken. Het verbreken van het nationale record op de 100 meter. Die 31 jaar lang gestaan heeft op Sammy Mossels. Dus dat... Jouw meneer, hè? Meneer Sammy Mossels. Meneer Sammy Mossels. Meneer Sammy Mossels. Op dit moment ben ik semi-professional atleet. Voor Suriname. Ik vertegenwoordig Suriname op regionale toernooien. En ik ben eigenlijk een topsporter voor Suriname. Ik verdien mijn broodje ermee, kan je zeggen. Wanneer ik ga participeren aan wedstrijden. Maar natuurlijk, de sponsoring kan ietsje meer. En dan... Wacht even. Je kijkt naar mij, de sponsoring kan ietsje meer. Brahmin is sponsor, je moet juist die kan... Kijk, al die directe ministers zitten daar, richt je naar hun? De bedoeling was eigenlijk dat ik in Amerika door moest blijven trainen. Maar een full scholarship covert alleen je educatie en niet verblijf daarna. Dus ik moet het nu even hier in Suriname doen met sommige momenten van het jaar dat ik voor 6 weken naar Amerika ga en train met mijn coach daar zo. Maar ik doe mijn uiterste best voor Suriname en ik zal dat blijven doen. Oké, top. Ik kom zo meteen bij je terug. Houd dit punt alsjeblieft aan, want ik wil weten over die sponsoring, want ik heb ook sponsoring nodig. Over die sponsoring wil ik wat meer weten, maar hoe je het ook hebt gered gaandeweg je studie. Want jij bent maar een jaartje gebleven, Sandrina, maar je hebt alles afgerond. Sabdai, welkom. Geweldig dat je hier bent en dat ik je mag vragen hoe het met je gaat. Maar ik ben niet echt zo geïnteresseerd hoe het gaat. Ik wil weten hoe het gaat. Gewoon. Het gaat gewoon. Relax. Ja, helemaal. Sabdai Samuel, jij bent eigenlijk op iets latere leeftijd doorgebroken. Ik ken jou als jongetje die in jeugdcentrum aan het judoën was. Ik heb volgens mij nooit tegen je gejudoed omdat ik niet in jouw gewichtklasse was. Nee, klopt. Ik was toen nog klein. Ik woog maar 100 kilo. Sabdai, hoe is het bij jou aan toe gaan? Want we kennen jou als judoka, nu ben je triatleet, je bent marathonzwemmer, je bent quintessnado, ik bedoel, je bent finisher, je finisht met vlinder. Je bent gewoon topsporter. Hoe is het bij jou gegaan? Want ik ken je niet als atleet eigenlijk, meer als judoka. Atleet, ik bedoel. Blijft hetzelfde toch? Ik bedoel, als je het nog bent, ben je het. Maar waar het eigenlijk naartoe ging is, judo was ik altijd in de schaduw van mijn jongere broer. Omdat ik een zenuwtransplantatie heb. En ik heb dus heel lang eigenlijk als vriendje, boeler, meisje, noem maar op, de lagere school gedaan. Nou ja, oh, er zijn kinderen in de zaal, no? Het was voor young adults en young professionals. En je gaat de lagere school, ga je dus mee. En je loopt met een beugel en je loopt dus eigenlijk bijna op de brief van je voet. En... uiteindelijk, nou ja, proberen we alles, want ja, mijn ouders die hadden ook zoiets van nee, we gaan niet naar Nederland, we blijven in Suriname, daar gaan we het doen. En ik denk dat dat heeft gemaakt dat ik nu zeg, hier gaan we het doen. Dus we gaan hier de volgende topsporters maken. Simpel. Je hebt een zenuwtransplantatie gehad, toen judoën. Maar je bent daarna triatleet geworden. Zwemmen, fietsen, rennen, terwijl je been instabiel was. Hoe kan dat? Bloed, zweet en tranen. Vraag Tyron. Hoe heb je het gedaan? 5 uur 's morgens opstaan, 7 uur 's morgens in de klas zitten. 1 uur
uit de klas, naar huis, 14:15 op de fiets zitten, naar Saramaka fietsen, terugkomen, daarna nog eens een keer zwemles geven, kinderen helpen, daarna zelf trainen om 17:45, daarna om 19:45 je schoenen aandoen, rennen naar Latour en terug. En dan ben je weer op de Vos en dan zit je op die springplank en dan drink je een cola. En dan ga je slapen en dan begin je de volgende ochtend weer. Doorzetten. Doorzetten, geloven in jezelf en je doel achteraan zwemmen, rennen en fietsen. Proficiat, Letitia Vriesde. Mooi. Je hebt de wereld gedag gezegd, je bent teruggekomen naar Suriname. Je hebt Olympische wedstrijden gedaan, wereldrecords gerend enzovoorts. Wereldkampioenschappen bedoel ik, sorry. En je hebt gekozen om terug te komen naar Suriname. Hoe is het om die stap te maken? Hoe is het om een stap te maken? Op een gegeven moment was ik, ben je er klaar mee met je topsportcarrière. En dan ben je op zoek naar iets anders en ik kon het niet in Nederland vinden. En ja, Jami Kumba Teiberi, dus je komt het hier zoeken. Ja, zorg en hoop? No. Ergens in, ja, ik ben in de stad geboren, mijn Coroni opgegroeid. Dus ik weet niet waar mijn moeder het heeft gedaan, hier of meegenomen naar Coroni. Oh, dus je bent Coroniaanse, ja of Coroni? Minaf Coroni, want kan Coron Uma. Letitia, hoe is het voor jou begonnen? Want je bent in Coroni geboren, opgegroeid en plotseling ben je topatleet. Hoe is het gegaan? Ja, eigenlijk, je staat er niet bij stil. Je rolt er eigenlijk in. Ik ben in Coroni opgevoed met mijn 16e naar Paramaribo, voor de middelbare school. Die periode bekend bij ons, een beetje turbulente periode. In 84, 85 naar Nederland vertrokken. Ik heb 1 jaar aan atletiek gedaan hier in Suriname. Met teleurstellingen ben ik gestopt. Dus eigenlijk was ik een recreant in Suriname. Je verhuist naar Nederland en je denkt van, dat was mijn gedachte. Je komt hier waar de faciliteiten zijn, waarom niet? Dat was wel toen ik naar Nederland vertrok, ergens september, oktober, voor een Surinaamse meisje best wel koud. Maar ik ben toen begonnen met atletiek in Nederland, bij Rotterdam Atletiek. En van het een kwam het ander. Mijn coach toen de tijd, die verhuisde van Roosendaal naar...